Zo, dat was even klauteren. Kleuren met bloemen vandaag bij Ali. Die schijnt ontzettend van kleur en bloemen te houden. Dus dat is alleen maar leuk, hè? Zo, Ali, ik sta in je huiskamer en je houdt van kleuren en bloemen, zeg. Ja, ik hou ontzettend veel van bloemen en van echt de fleurige bloemen. De fleurige bloemen, nou, die heb ik bij me. En nou is het zo dat, eigenlijk is het heel speciaal bij jou, want jij krijgt altijd bloemen, maar je geeft ook altijd bloemen aan je man. Ja, nou, ik vind dus, als je als vrouw bloemen krijgt, waarom kan een man geen bloemen krijgen? Dus ik geef op onze trouwdag mijn man de bloemen. Zo, nou, dat is mooi. Dus eigenlijk is het zo, ik ga nu bloemen maken, maar we geven het ook een beetje aan hem. Ah, zeker. Zeker, zegt ze. Nou, dan gaan we gauw aan de gang, hè. Kijk, Ali wil wat geks. Die houdt van kleur. Nou, een kleurige vaas. Maar ik ben tevens nog wat anders aan het doen. Ik zet hier ranonkeltjes in en chrysanthen. Dit is het voorjaar, het teken van het voorjaar. En dit is eigenlijk het teken van het najaar. Je ziet, het kan in één vaas en het staat eigenlijk heel spannend. Heb je nou skimmias in de tuin staan, dan kan je die kopjes eruit halen en die kan je gebruiken voor een bloemstukje. Ik heb die chrysanthen ertussen gezet, dat geeft nu gelijk een kleur. Maar die ranonkeltjes, het laatste knopje komt nog open. Je moet wel elke keer zorgen dat ze voldoende water hebben, want het zijn slurpers. Deze zet ik een solitair in. Die gaan groeien, die worden ongeveer zo hoog en die bloemen die worden in deze grootte. Dus dat wordt echt helemaal gevuld. Ze noemen het niet voor niks, ook al is het kikkertje, omdat die lekker dik is. Hey, Ali, je man die heet Cor, hè? Denk je dat we hem blij gemaakt hebben met deze bloemen? Nou, ik weet het wel zeker, Rob, want hij vindt bloemen geweldig. Vooral deze prachtige, kleurige bloemen. Ik denk dat hij er helemaal weg van is. Weet je wat nou het leukste is? Die vazen blijven hier. Dus die bloemen zijn uitgebloeid. Hij kan die vazen allemaal vullen, hè? En dat gaat hij doen. Ja, maar ik kan het ook, hè? Oh, zij kan het ook. Hé, hey, dat is goed, hè? Wil je nou ook dat ik je leven kon kleuren met bloemen? Moet je even reageren via Facebook of onze internetsite. Dat heb jij gedaan, hè? En dan kom ik langs.